Reclamespot. Laten we dingen zeggen. Hallo en welkom bij... Hoe heet het ook weer? Iets met spot. En wat kijken we? Reclamespot. Je hebt een reclame meegenomen. Heb ik een reclame meegenomen? Ik heb inderdaad een reclame meegenomen. Ik zag deze en ik denk, dit is echt iets voor mij, Ruud. Wat is dit? Pedofielen. Toch? Wat is dit ook zo toet-toet op die neus? Toet-toet? Dat zijn geen Turkse mensen. Toet-toet! De suikeropvoeding begint hier al. Je zet nu al in voor een obese kind. Daar rent ze nog. Mijn pa is dik. Oh. Heeft diabetes ook. En dus kom jij uit een gezond nest. Zit overgewicht in jouw familie? Ik ben daarmee begonnen, ja. Jij jojo, toch? Ja, ik jojo, maar ik ben nu stabiel vatsig. Die spinnende jojo die alleen onderin blijft hangen. Wat ik interessant vind, is als je deze twee shots omdraait, en dan is het echt een kinderlokker, toch? Er is iets mis met die man. Dit is de man waar je voor gewaarschuwd wordt. Nou, wat was dit, hé? Dat was echt goor. Tuut-tuut. Of deze man is echt ziek in zijn kop. Of dit is gewoon weer chocola aan pedofielen verkopen. Ik kan niet alleen maar over pedofielen gaan. Jezus Christus. Of deze vader is totaal niet in staat zijn emoties te uiten. Die heeft alleen maar een soort van, ik geef gewoon dingen. Misschien dat je dan snapt dat ik van jou, ja, maar wat je geeft is obesitas. Als dat kind huilt, als dat kind boos is, hier. Pap, ik worstel echt met de dood van onze moeder. Drop dan? Oh. Als dit zijn dochter is, dan hebben die twee een hele ongezonde verstandhouding met elkaar. Ja. Daar is iets gebeurd en hij heeft die dochter nog steeds in zijn greep met die fucking kinderbueno's. Ja, ja. Dit is ons geheimpje, hè? Ja, ja. Hier heb je een bueno. Dit is het Stockholm-syndroom. Jozef Fritzl Stockholm-syndroom. Ja, dit is... Of hoe heet die Nathalie nog wat? Nathalie Holloway? Nee, die zit niet meer in een auto. En je had nog die chick die heel lang in een kelder zat, in de eentje, gekidnapt, geen familie. Gekidnapt. Kidnapt? Kidnapt. Gekid, ja, want kind. Oh ja, kidnapt. Kidnappen kan ook. Als je zin hebt een kip. Gewoon bij de KFC. Ja. Kidnappen. Snap! Wat de fuck is er gebeurd? Gekidnapt. Hij gaat ook gewoon een generatie verder, die man. Hij zal wel werken bij de NPO of zo. Ik weet niet hoe dit... Waarom kan dit jaren doorgaan, toch? Dit is een goor shot, jongen. Het vraatzucht niet. Die baby is ook al fucking dik. Check die armen. Die komt uit een soort met chocomousse gevulde baarmoeder. Die heeft alleen maar chocomel uit die borsten gedronken. Ja, precies. Oh. Dat is dus nu op Insta. Kan je een tiet, blote tiet, wel uploaden als het borstvoeding geeft? Goeie tip. Herinneringen uit onze jeugd. Heb jij een goede herinnering aan zo'n kinderbueno-ei? Herinneringen uit onze jeugd. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoeveel kinderen gaan er per jaar dood aan het verslikken van kindersurprise-eieren? Laat eerlijk zijn, dat is een echte surprise. Kindersurprise. Sterfte. Oh, daar komt maar één artikel. Oh, het is wel sneu. Ja, vind je? Ik vind het zielig. Ik denk dat dat een gezonde emotie is. Tellen voor altijd. Jij zoete kou? Ja, man. Hoe kan je er zo goed uitzien en wel een zoete kou zijn? Ik geef veel over. Dat is een tip voor iedereen die kijkt. Het kost je tanden, maar dan heb je ook wat. Conclusie. Trap er niet in. Je koopt geen herinnering. Je koopt een trauma. En diabetes. Type. Toch? Ja. Twee is aangevroten. Eén is aangeboren, twee is aangevroten. Zou dat een medische term zijn? Je heeft aangevroten diabetes. Hoe bedoel je?